Jippe, ik maak gewoon een paar kleine hapjes, dat is alles. Jip, hou je heen en hou bezig met de drank, oké? Okay? Ja. Shit. Jippe, ik moet je zo even terugbellen, ja? Oké, okay, doeg. Je mag het mijne wel lenen. Ik heb er wel maar één. Krijg je mij erbij? Zie ik eruit, alsof ik versierd wil worden door een of andere lul of zo? Je ziet eruit alsof je een tas moet hebben. Dus dan maak ik olijven met knoflook en citroen, bruschetta, auberginerolletjes en gegratineerde oesters. Nou, ik heb liever kaas en bitterballen. Het is je opening. Geen bitterbal op een opening. Ja. Hey, maar waar gaan we het allemaal maken dan? De keuken is nog niet klaar. Staat alleen maar het rond. Thuis? Ja. Oh ja, ik maak ook wat Italiaanse gehaktballetjes. Lekker? Met basilicum erbij? Inderdaad, ja. Nee, maar ik heb hier toch liever bitterballen en kaas, jongens. En pijnboekjes. Weet je wat jij zou moeten doen? Je zou die balletjes op mijn manier moeten bakken. Snap je? Door de yoghurt krijgen ze die bijzondere structuur. Ah. Stevig, maar toch zacht. Oh, oké. Okay. Oh. Oh. Beetje zoals die ideale vrouw eigenlijk. Mmm, heerlijk. Ja. Ja. Mm. Maar jouw ideale vrouw is stevig en zacht. Ja. Ja. Ik hou niet zo van dat hoekige en bonkige. Mm. Doe maar een vrouw die me warm kan houden. Ja. Nog bijzonderder, ze moet stralen. Weet hoe je dingen licht moet houden. Genieten van lekker eten. En muziek. Hmm. Wat voor muziek? Maakt niet uit. Oh, is het André Rieu als we er maar helemaal voor gaan. Oh, dus als u zegt dat ik de volledige collectie van André Rieu naar al zijn concert ga en oprichter ben van zijn fanclub, dan... Dan vraag ik jou onmiddellijk ten huwelijk nu, blind. Nou, sorry. Geen André Rieu en ook geen André Hazes dus. En wat dan wel? Nou, momenteel luister ik veel naar Ray Charles. Maar dat is ook omdat ik vanavond ga zingen bij de opening van JP. Nee. Kan jij zingen? Ja, dat heb ik helemaal niet gezegd natuurlijk, hè? Ik heb echt zo'n ongelooflijk zwak voor zangeressen. Vind ik misschien nog wel aantrekkelijker dan vrouwen die van lekker eten houden. Ah. Shit, de oesters. Oh ja. Goddelijk. Ja, dat is die vanillesuiker. Ja, ja. Mm. Oh, echt zalig. En als je de volgende keer nou geen room, maar gewoon custard gebruikt, dan weet je helemaal niet wat je proeft. Weet ik. Maar dat hadden ze niet meer. Mm. Sta alsjeblieft op en zing voor me. Nee. Nee, dat durf ik helemaal niet. Ah, kom op nou. Ik ben hartstikke veilig. Jawel. Jij kent mij niet, ik ken jou niet. Veiliger kan niet. Oké. Okay. Let me tell you about a boy I know. He's my baby and he lives next door. Every morning before the sun comes up, he brings me coffee at my favorite cup. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I just love him so. Wauw. Ja? Echt wel? Oh, wacht even. Jemige, waarom zeg je dat niet even? Het stond gewoon hartstikke lief. Yes. Wow, normaal ben ik niet zo makkelijk, zeg maar. Je moet eens weten hoe moeilijk ik normaal gesproken ben. Oh! Oh, nee! Oh, heb ik nou altijd een keer willen doen. Wat? Heb je dat nog nooit op deze tafel gedaan? Jawel, maar niet in de tiramisu. Zonde.
is niet normaal. Van welke planeet kom jij? Je zou er bijna honger van krijgen. Dat is lekker. Ja, pak ook. Zullen we het nog eens een keer doen? Samen koken, eten. Nou, ik weet het niet. Ik vond het allemaal heel erg lekker allemaal. Ik bedoel het eten en zo. En dan natuurlijk ook het andere, maar dat is... Dat jij je beveiligingsteam kan doen, oké? Jouw zin zingen natuurlijk. Dat is die gozer van vanmiddag. Ja, smakelijk hapje wel. Dames en heren, mag ik even uw aandacht? Deze vrouw die net zo prachtig stond te zingen. Ik ken haar nog maar net. 8 uur. Maar ik weet het nu al zeker. Zij is de allerleukste en liefste en fijnste en spannendste vrouw die ik ken. Sanne, ik hou van jou. Je nieuwe vriend er niet. Ik weet niet over wie het hebt. Oh ja, natuurlijk. Je hebt gisteren meerdere liefdesverklaringen gehad. Dat was niet wederzijds, Maarten. Ah, gelukkig. Dus je weet wel over wie ik het heb. Hij was helemaal niet uitgenodigd. Pieter. Zijn kennis. Ja. Je nieuwe scharrel bedoel je. Praat hij Chinees of zo? Weet je, dit is een typisch gevalletje van vrouwenhypocrisie, hè? Als ik gisteren met een leuk meisje was binnengekomen, dan ging het dak hier... Ik wilde hem helemaal hier niet. En als je niet meteen was weggegaan, dan had je kunnen horen wat ik tegen hem had gezegd. Maarten! Heb ik iets verkeerd gezegd? Pieter, dit had je beter niet kunnen doen. Sorry. Je bent ook zo leuk. Weet ik. Ik bedoel, jij ook. Maar je bent niet uitgenodigd, dus je kan beter gaan. Waarom doe je opeens zo afstandelijk? Vanmiddag was toch... Leuk, ja, maar voor één keer. Dus als je me echt mag, dan ga je nu. Dan luister je naar me. Kijk, als jij zin hebt om lekker rond te neuken, dan moet je dat vooral doen. Nou, dit bedoel ik dus, hè? Maar
Zeg het in de vervolg eerlijk als je het uitmaakt, ja? Tegen mij zei ze iets heel anders. Tegen mij zei ze dat ik nog zat met Tess, dat ik twijfelde. En je snapt het helemaal niet! Maarten, doe even rustig. Dit is gewoon één groot misverstand. Ja, dat klopt, ja. Mijn relatie met haar, één groot misverstand. Hey. Weet je of Sanne thuis is? Nee. Nee, ze is werken. Hey, met Pieter. Kan ik even boven komen? Dat lijkt me niet zo'n goed idee. Geen tiramisu vandaag. Nergens bang voor te zijn. Pieter, ik wil liever even alleen zijn. Is het vanwege die Maarten? Vanwege mezelf. Ik wil... Luister, normaal gesproken ben ik helemaal niet zo hysterisch. Maar nu door jou... Oh, nu is mijn schuld. Nee. Eigenlijk wel, ja. Ja, als ik jou niet had ontmoet, dan had ik mezelf niet voor schut gezet. Je hebt het toch echt zelf gedaan? Ja, nadat jij mij de leukste dag van mijn leven hebt bezorgd. In ieder geval één van de leukste dagen van mijn leven. Minstens van het afgelopen jaar. In ieder geval sinds de zomer. Het is duidelijk. Hey, ik snap het. Dat je me niet meer wil zien. En dat respecteer ik. Op voorwaarde dat we in ieder geval even fatsoenlijk afscheid kunnen nemen. Deal? Deal. Hey. Hi. Dus je wilde afscheid nemen? Ja. Nou, Beste dan maar. Ja. Proef ik nou také? Ja, ja. Ik moest een overschotje loempia's wegwerken. Zal ik je een handje helpen? Oké. Maar daarna wil ik je nooit meer zien. Eerwoord. Hoi. Please, meiden, alsjeblieft. Wacht. Ik ben nog even bezig. Wat? Hey. Ik zou toch gaan kopen? Oh ja? Is dat zo? Oh ja. Chips. Wat ben jij mooi. Oh, sorry. Hoi. Pieter. Hi, jij ken jou wel. Van en van de opening van JP. Hi. Hoi. Hoi. Esmee. Jij hebt wel lef hoor, moet ik zeggen. Oh ja, ja tuurlijk. Beetje gênante vertoning. Maar geen woord van gelogen. Goh. En waarom ben je zo laat? Oh. Voor de tiramisu. Ja, moest er helemaal voor naar Delft. Oh, Delft? Ja, daar zit echt het allerbeste Italiaanse winkeltje van heel Nederland. Ja, die tiramisu die smaakte zo goed de vorige keer. Want jij? Ja, nou... Niet te veel, hè? Nee, oké. Okay. Ja? Woehoe. Nee, helemaal perfect. Proef maar. Ja? Lekker? Oh, heerlijk. Is dit normaal? Wat? Dit. Eten. Samen een beetje rommelen in de keuken.
En dat het zo goed voelt. Ja. Je was boos, hè, dat ik te laat was. Klein beetje. Ik had even moeten bellen. Sorry. Nee, niet hier. De tiramisu staat hartstikke veilig. Ja, maar ik heb ook een kamer en een bed. Of is dat een beetje te normaal? Oké, ik ga eerst even die aantekeningen zoeken, ja? Ja? Goed. Ja? Zoek je dit soms? Heb je het gelezen? Dat is een beetje moeilijk. Ik heb een beetje dyslexie. Oh ja? Lijkt anders meer op Alex' handschrift. Wat is hier aan de hand? Niks. Hij schrijft geen letter goed. Je houdt je bek, oké? Jacques. Jacques, doe even normaal. Als we storen, moet je het zeggen, hoor. Nee, hoor. Hé, gezellig. Gezellig. Maarten die staat voor de deur. Ik dacht dat je zou gaan werken, dus hij komt eten. Oh. Ik kom hier naar de deur. Ja. Sanne is er ook. Hey man. Hey. Hey. Hi. 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 Pieter van Velzen. Maarten Luzak. Ja, ik ken je volgens mij al ergens van. Ja, van JP. Je was vrij moeilijk te missen. Ja, vrij gênante vertoning. Liefdesverklaring voor JP. Maar geen woord van gelogen. Voor JP, internet. Wat maakt het uit? Ja. Hé, zullen we alvast naar boven gaan? Ja. Ja? Is niet nodig. Wij gaan aan. Biertje? Was dat niet vervelend? Wat? Dat ontmoetingetje van net. Is het gemerkt? Wat ziet ze in die gast? Jaloers? Nee, helemaal niet. Alleen, ik vind gewoon dat ze... Hé, hey, Maarten. Nou, wat gezellig. Eetje mee. Is dat voor Harry? Ja, Sander die heeft bezoek. Zullen we anders ergens anders wat gaan eten? Ach, jij laat je toch niet wegjagen door die... Ja, ik wil het Sander niet moeilijker maken dan dat het al is. En mezelf wel helemaal niet. Ja, jongens, ik ben weg. Ach, je blijft gewoon. Oh. Wat is dat? Volgens mij zijn ze klaar. Wow! Oh. Jee. Wow. Ja, dat zei je al, ja. Dat was... Heftig. Ja. Vooral voor het bed. Oh, man. Oké. Okay. Als jij nou even dit beetje in elkaar zet, dan haal ik even de bruschetta. Shit! Leven ze nog? Als je het zwart er een beetje afschraapt. Hé, bruschetta! Oh, gelukkig. Tomatensoep en bruschetta. Met dank aan Sherina dat ze niet te zijn verbrand. Ga weg. Ja, ik heb alarmdienst op school. Ja, nee, elke maand heeft één iemand alarmdienst. Als het alarm dan afgaat, dan krijg je een berichtje op je telefoon. En dan moet je gaan kijken. Is dat niet iets voor de politie? Nou, meestal is het een kat. Ja, en daar heeft de politie niet zo zin in. Ah, oké. Okay. Doe je wel voorzichtig? Tuurlijk. Ja? Je bent lief.
Warm ik het later wel weer op. Ja, ik denk eigenlijk dat ik niet meer terugkom. Oh. Ja, nee, voordat ik die hele school door ben gegaan... en om dan nog terug te rijden, dan ben ik zo 2,5 uur verder. En ik heb ook eigenlijk nog een hele stapel nakijkwerk. Oké. Ik bouw je morgen, oké? Mm-hmm, is goed. Mm. Heb ik al gezegd dat je lief had? Ja. En mooi? En lekker? Ja. Ga dan maar naar die kat. Dag. Dag. Beste van de beste. Geïmporteerd uit Italië. Het beste meel om verse pasta mee te maken. En dan hebben we hier gedroogd eekhoorntjesbrood. Ga ik laten weken. Maak ik dan de vulling van voor de ravioli. Met natuurlijk ricotta. Een gouden maaltje voor mijn godinnetje. Ik heb al boodschappen gedaan. Nou, oké. Okay. Nee. Dan kook jij. Eten we dit morgen. Goed. Ja, dat... Was jij iets spannends van plan? Wat is er? Sorry, flauw grapje. Voor ik het vergeet, heb ik toevallig mijn nieuwe mobiel hier laten liggen? Oh, gelukkig. Ik was al bang dat ik hem op school in de kantine had laten liggen. Nou, had ik er mooi naar kunnen fluiten. Ja, hij lag hier. Ik gisteren dus dat hele programma geïnstalleerd... waarmee je dan in één keer al die nummers en adressen in één keer over kan zetten. Telefoon weg. Lekker. Oh, maar daarom stond er maar één telefoonnummer in. Boefje, heb je mij... heb je mij lopen controleren? Ah. Wow. Nee. Mag hoor. Ik heb voor jou echt helemaal niks te verbergen. Wat dacht je toen je mijn telefoon vond met alleen jouw nummer erin? Eerlijk? Ja. Ik vond het wel een klein beetje raar. Ja. Ik kan me voorstellen. Kom, ik ga jou laten zien hoe je verse ravioli maakt. Ja. Under my skin, I got you so deep in the heart of me. Got you so deep. Is Sander er niet? Nee, die is nog even boven. Hé, we hebben heel veel, heel, heel lekker eten gemaakt. Eet je mee straks? Ik ben niet uitgenodigd. En ik heb ook niet zoveel zin. Het gaat om die telefoon, hè? Ja, ik zou ook denken, wat een engert. Ja, je gedraagt je nog voorbeeldig. Waarom stond alleen Sanne's nummer erin? Ik had hem net een uur ervoor gekocht. Nieuw abonnement, nieuwe telefoon. Gewoon nog geen tijd gehad om alles over te zetten. Hier. Het is mijn mobiel. Er staat echt alles in. Vrienden, familie, collega's, kennissen. Wil je even kijken? Nee. Hey, heel lief dat je het beste wil voor Sanne. Maar weet je, dat wil ik ook. Echt. Oprecht en met heel mijn hart. Stoor ik? Nee. Nee, het spijt me. Ik heb Pieter helemaal verkeerd ingeschat. Sorry. Wel. Yes. Yes. Yes! Nog een jaartje en dan kook ik jou er helemaal uit. Ben je aangenomen op de hotelschool? Ja. Ik ben zo blij. Zijn ogen, zijn lach. Hij is het gewoon. Het is gewoon alsof ik me al tijden ken. Begrijp je? Ben je er nog? Sorry Sam, ik moet verder, ik heb een spreekvorm. Over vanavond, hè? De borrel. Mijn vader komt ook. Ja, het is niet zo officieels, maar ik vind het leuk als je hem leert kennen. En hij is zwaar oké, dus. Ik voel me ontzettend vereerd, maar ik heb vanavond al een afspraak. Ja, sorry, ik had je even terug moeten bellen, maar op het laatste moment besloten. Vergadering over hoe om te gaan met geweld. Oh. Oké, nou dan kom je toch gewoon na de vergadering? Ja, nee. Zul je net zien dat het vanavond precies uitloopt? Ik weet niet. Ben jij een beetje bang voor mijn vader? Nee. Nee? Nee. Nee, echt niet.
Nee, ik kan niet wachten om hem te bedanken. Dat hij zo'n mooie, lieve dochter heeft gemaakt. Dat komt meer dan mijn moeder. Huh. Weet je wat? Bel anders gewoon als je klaar bent. Kijk eens aan. Daar is de man die zegt dat hij van mijn dochter houdt. Tenminste, dat moet ik geloven van jou. Laatst in JP's Café. Oh ja, dat ja. Ja. Ik zou je dolgraag een hand willen geven, helaas. Ik heb net zo lief een biertje. Oh, nou, alsjeblieft. Dankjewel. Ja. Jij deze. Pieter van Velsen. Hallo, Marnix Klein. Hey. Waar is Maus? Die had het over dubbel geparkeerd staan of zoiets. Hm? Ja. Dat is haar. Maus dus. Haar auto is net weggesleept. Nee. Nee, ze is mee. Ze belt jou. Komt goed. Je kan toch ook gewoon zeggen dat je een kind hebt? Ja, dat is toch zo? Maar ik heb helemaal geen kind. Hé, wie was dat jongetje dan? Met wie je de AZB was? Want je bent namelijk gezien. Dat was mijn neefje. Zijn gips moest vervangen worden. Ja, en mijn broer die kon niet mee, dus toen ben ik meegegaan. Hier. Foto van mijn neefje op zijn verjaardag, zijn zesde verjaardag. Dit is zijn moeder, dit is mijn broer. En als je goed kijkt, dan zie je dat Timo voor geen meter op mij lijkt. Sanne, als ik een kind had gehad, dan had ik dat toch gewoon verteld? Ja. Gekkerd. Sorry. Weet je zeker dat je weg moet? Ik kan die leerlingen echt niet laten wachten. En als ik jou nou eens heel erg ga verwennen? Verwennen? Uh-huh. Dan doe ik mijn kleren uit en dan ga ik op bed liggen. En dan ga je een beetje... Ik heb om 12:30 een tussenuur. Zullen we samen lunchen? Ja, okay. Leuk. Dan maak ik wat lekkers voor je. Is goed. Hm. Echt heel erg sorry. Lief, 20 keer sorry hoeft echt niet. Nee. Is goed. Ja. Dag. 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 Ik wist dat hij was blijven slapen. Nee, hij stond vanochtend op de stoep met verse croissants. Zo romantisch. En wel om te bedenken dat ik gisteren nog beweerde dat hij een zoon had. Ja, waanzinnig hoe volwassen hij ermee om is gegaan. Ja. Voor hetzelfde geld had hij me gedumpt vanwege hysterische aantijgingen. Het spijt me echt, San. Ik had ook... Ah, lieverd. Ben je wat vergeten? Oh, ik hou ook van jou. Ja. He wasn't there when I needed him. Now he was never around. His reputation was preceding him. And he was out on the town. It didn't matter if he let me down. I didn't care about the all I knew was that he loved me very much. He was my hero in disguise. I'm so pleased I never gave up on him. Oh, well, you wouldn't believe some of the things that he did. Wat is die Marieke nou kleurspoeling heeft? Dus straks ken ik haar helemaal. Hou op, ik word zelf zenuwachtig van je. Jongens, deze is voor mij. Oh, shit, is Pieter. Nou, ik geef nog eens een rondje, zeg. Hallo. Oh. Hey. Oh, ben je vroeg? Ja, de vroege vrouw ging uit. Oh. Ga zitten. Wat is er? Niks. Nee. Hoe is het? Nou, eigenlijk niet zo goed. Oh. Ik moet je wat vertellen en dat had ik eigenlijk al bij ons eerste afspraakje moeten doen, maar toen durfde ik niet. En daarna werd het steeds leuker en leuker en leuker tussen ons. En steeds moeilijker om te zeggen. En verwacht je nog iemand? Nee, ga door. Ik ben getrouwd. Het spijt me dat ik het niet eerder heb gezegd. Dit is geen geintje van me. Ik ben gewoon verliefd. Sanne, vanaf het eerste moment dat ik in je woedende ogen keek. Je had je boodschappen laten vallen en je snauwde, denk je soms dat ik versierd moet worden. En ik was meteen verkocht. Meteen, je was lief en hartelijk. En een en al chaos. Ik heb het anders nu heel erg goed op een rijtje. Ja.
Ik had meteen eerder tegen je moeten zijn. Ik was gewoon verkocht. Jij bent... Jij... Ja? Geweldig. Ja, dat zei je al. En ik wilde je niet kwijt. Ik wilde alleen maar bij je zijn. Ik wilde met je koken en met je proeven, met je vrijen. Ik vergat alles om me heen. Ik wilde alleen maar bij jou zijn. En ik wilde niet tegen je liegen. Ik wilde het niet, maar als ik je alles had verteld, dan was ik je kwijtgeraakt. Ja. En dat wilde ik niet. Nee. Ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Nee. Kan jij niet iets zeggen? Nee. Sorry? Jij moet weg. Nee, ik moet weg. Mag ik? Hey, Pieter. Hey, wat doe jij nou hier? Oh, hi. Hi. Ben jij Helga? Ja. Oh. Helga? Ja, stom. Hij is erachter gekomen. Hij weet van de surprise party. Dit is... Oh, wat ben je toch ook een stomme lul. Sorry? Ja. Hij weet ook echt altijd wat ik voor zijn verjaardag heb gekocht. Die man is niet te verrassen. Ik ken het gevoel. Sorry? Nou, dan moeten we maar gezellig iets met elkaar gaan drinken. Ja, zit niets anders op, toch? Weet je wat? Bestellen jullie alvast wat? Dan rook ik buiten in een sigaretje. Shit. Ik snap dat je mijn hak wilde zetten en deze zijn om je te bedanken. Door die stunt van je... Ik heb meteen door de zure appel heen gebeten en Marieke weet nu alles. Ik hou van je. Ik wist het al meteen de eerste keer dat ik je zag. En ik wil mijn leven met je delen. Helemaal. Die had je beter voor je vrouw kunnen kopen. Marieke en ik gaan scheiden. Ik snap dat je me niet wil zien voordat dat allemaal geregeld is. Maar wil je alsjeblieft me blijven wachten? Jezus, Anne, heb jij... Ik ga je niet meer ontmoeten. Nou, waarom heb je me nou gebeld? Om te zeggen dat we hiermee moeten stoppen. Lieverd, Marieke die weet nu alles. Ik slaap op zolder. Ja, dat weet ik, maar toch denk ik dat het beter is dat we Ik heb de scheiding in gang gezet. Maar dat betekent niet dat je gaat scheiden, hè? Voor hetzelfde geld besluiten jullie weer om samen verder te gaan. Lieverd, ik hou van je. Dat weet je. Waarom doe je dit nu opeens? Leg het dan uit. Ja, dan kan ik je geruststellen. Je maakt je zorgen om niets. Wij horen gewoon bij elkaar. Kom, we gaan er gewoon voor. En zolang we elkaar hebben, dan kunnen we alles aan. Ik tenminste wel. Jij ook? Jij toch ook? Kom, we gaan muffins eten en dan gaan we gewoon even kijken hoe we dit de komende maanden aan gaan pakken. Jij moet gaan uitzoeken of het nog goed kan komen tussen jou en je vrouw. Dat wil ik niet. Ik wil jou. Ik heb een vriend en die gaat voor een paar maanden naar het buitenland en die kan op zijn huis passen. Je mag maar niet meer bellen, niet meer sms'en, niet meer mailen, helemaal niks. Het is over. Schat, als je zo doorgaat, wordt het boter, hè? Oh, sorry. Ja, ja. Ja. Oké. Was het een nagesprek over Pieter? Viel wel mee. Ze gaan aan elkaar. Zij wil kinderen en hij niet. Ja, dat is een groot probleem. En jij, wil jij kinderen? Ze zei dat ze het eigenlijk wel verwachten.
dat het dan de hele tijd niet zo goed ging tussen hun. En wat vind je ervan? Ja, ik durf er niet zoveel van te vinden. Je liefde hoop doet leven, toch? Nee? Maar ik blijf het stom vinden, hè? Dat hij tegen me gelogen heeft. En jullie hadden toch een hele leuke klik? Ja. Ja, hè? Ja. En stel nou voor dat ze echt van hem afgaat, wat dan? Hij wil gezin, hij wil kinderen, het is gewoon helemaal perfect. Ja, dankjewel. Het spijt me ontzettend, Sanne. Het spijt je? Hoe vaak ga je dat nog zeggen? Het spijt me. Wat heb ik daar nou aan? Ik zou je niet meer verder lastigvallen. Ik wilde alleen even zeggen dat het zeker niet mijn idee was dat Marieke hier naartoe kwam om met je te praten. Laat me raden, dat spijt je. Ik hoop alleen dat ze geen vervelende dingen tegen je heeft gezegd. Dat verdien je niet. Sanne, wat wacht je nou op? Go, wat wacht je nou op? Pieter, blijf bij me alsjeblieft. Hey iedereen. Hi, hey. Je wilt iemand mee naar binnen. Hey. Hey. Ja, we zijn een beetje in reperoer omdat mijn nichtje is weggelopen. Ja, ik hoorde het van je broer. Wat vervelend. Nou, ze is sowieso niet in het park. Dus ik dacht, laten we opvanghuizen gaan bellen. Dat heb ik al geprobeerd, maar ze geven geen informatie over de mensen die daar zijn. En als we een foto laten zien? Mag ik een suggestie doen? Volgens mij moet je zo'n eigenwijs type niet opjagen. Volgens mij is het beter als je haar op de een of andere manier naar je toe weet te lokken. Pieter, dat is een leuk voorstel, maar hoe doe je dat dan? Nou, bijvoorbeeld als een neutraal iemand haar een sms'je stuurt met de vraag of ze misschien geld nodig heeft. Is dat niet een beetje doorzichtig? Je moet er natuurlijk wel het idee geven dat je het rete cool vindt dat ze er in er eentje op uit is getrokken. Nou, zal ik het eens proberen? Ach joh, daar traf ze nooit in. Nou, Pieter werkt met 16-jarigen, dus... Nou, wat mij betreft proberen jullie het. Ik ga naar het leger des Heils met een foto. Ik ga mee. Oh, fijn. Oké, komt-ie. Hey, wereldreiziger. Heb je de Kaap de Goede Hoop al bereikt? Nou, wereldreiziger is goed. Ja? Wat? Dankjewel. Oké, bedankt. Dag. En? Niks. Ik kon me niet inhouden en ik heb toch alle ziekenhuizen in de stad gebeld. Niks natuurlijk. Het is 5 uur, ik ga aangifte doen van... Kim. Bij de hand kreng, jongen. Wat? Komt-ie. Hey, Japs, alles goed hier? Zit niet in Timbuktu. Ik bel je wel als ik geld nodig heb. Doei. Was echt een goed idee van je, Pieter. Maar is dat alles? Ze zegt helemaal niet waar ze zit. Maar het is toch goed nu? We hoeven niet de politie te bellen. Ik wil weten waar ze zit. Pa, wees dan maar gewoon blij dat er niks ergs is. Geef die man even tijd, Es. Hij moet even wennen aan het idee. Wat heb je nou teruggeschreven? Iets gezelligs. Oké, ik ga even een rondje rennen. Komt er iemand mee? Nee. Oh, de crisis is bezworen. Ik bel wel als ze iets laten horen, ja? Heb je even? Ja, tuurlijk. Voor jou heb ik altijd tijd. Nee, wacht. Kom even mee. Toen stond Marieke dus voor mijn neus met de vraag of ik jou met rust wil laten. Zodat jullie het opnieuw konden proberen. Denk ze dat het nog goed kan komen? Ja, dat weet ik niet. Ik kan niet in de hoofd kijken. Het enige wat ik weet is dat jullie een hele lange relatie hebben gehad. En dat je daar goed mee om moet gaan. Ik ben volkomen eerlijk tegen haar geweest. Ja, maar misschien is dat niet voldoende. Misschien moet je het inderdaad nog een keer proberen om te kijken wat het betekent. Of om het goed af te sluiten, dat heb ik natuurlijk liever. Waarom? Ik weet nu hoe het afloopt. Ik wil niet nog een keer een man die helemaal vast zit aan zijn ex. Ik wil iemand die los is. Sanne, ik ben los. Marieke denkt er anders over en dat moet je serieus nemen. Ga naar haar toe. Ga met haar praten. Hi. Hi. Ik kom voor Sanne. Lang verhaal. Ik ben nodig op zoek. Sanne is op een bruiloft, denk ik. Van Tess en Maarten, waar ik nou ook naartoe moet, dus ik gooi je eruit. Kan ik misschien met je meerijden? Ik moet Sanne zien. Als jij de taxi betaalt? Oké. Oké.
sorry. Sorry, sorry dat ik je niet geloofde. Sorry. Er wacht iemand op je. Nou, volgens mij wacht er ook iemand op jou. Ik heb het geprobeerd. Ik kan gewoon niet zonder je. Dus als iemand denkt dat ik hier met een doetje trouw... Ja, ik trouw met een doetje. Want wie wil er nou in godsnaam trouwen met Tess Lindemann? Ik. Ga gewoon naar hem toe, eigenwijze moekroon. Misschien heb je wel gelijk. Misschien heb jij wel gelijk. Ja. Misschien heb je wel gelijk.